Wij zijn hier in Spoorzone Tilburg, in de Koepelhal, die magnifiek aangepast is. Helemaal gerestaureerd, helemaal zijn karakter teruggevonden. Architectonisch monument, beeldende kunst erin. Dus dan krijgen we kunst plus kunst. En we zijn tijdens de Biennale Brabant hier in Tilburg de tweede keer. 3 jaar geleden was hij voor de eerste keer hier in de Koepelhal. Toen was de Koepelhal nog niet helemaal klaar. Maar het was al inhoudelijk een hele mooie aanzet om tot deze kwaliteit te komen nu. Dit paard dat is een open paard. Dat is mijn stijl van werken. Het is helemaal open, transparant. Desalniettemin is het een compleet paard. Met dit paard... mooi kortenstaal, 8 mm dik. Met dit paard ga ik op reis. Dit paard gaat een avontuur op zich beleven. En dat hele avontuur dat wordt gefilmd, dat wordt een roadmovie, dat wordt een avonturenfilm, waarbij het paard de hoofdrol gaat spelen. En bijvoorbeeld op de kop van het paard komt een cameraatje te staan en alle avonturen van dat paard, dat is dan te volgen op internet. Dus als je mij opzoekt en je volgt mij, elke dag is er een update wat dat paard beleeft. Joris van Loon met Van Loon Galleries is eigenlijk in Vught gestart. En 8 jaar geleden met de Biennale Vught. Heeft een vervolg gekregen Biennale voor de tweede keer. En op een gegeven moment zijn geboortestad, hij is Tilburger, zijn geboortestad ja, trekt hem en heeft 3 jaar geleden hier de eerste Biennale gedaan in de Koepelhal. Ja, mijn hand staat niet stil op mijn balpen en die loopt eigenlijk continu over het bierveeltje heen. Het is een bierveeltje, ook met knipoog van dat ik eigenlijk continu altijd wel met dat beeldvorming bezig ben om een portret vast te leggen. Daarna werk ik ze in het groot uit, in houtskooltechniek. Het is wat een robuuster materiaal, wat grover. Waardoor ik vind het ook fijn om gewoon groot te werken, monumentaal. Dus, dat leent deze techniek zich goed voor. Dit zijn de profeten, geïnspireerd door de profeten van Michelangelo vanuit de Sixtijnse kapel. Zij integreerden me enorm en ik ben me daarin gaan verdiepen en dan ook gaan uitwerken in mijn technieken, houtskooltechniek en toegevoegde techniek van waterverf en dergelijke tinders, wat ik gewoon als combinatie tot een geheel maak. Het is overigens opgespannen op een heel zwaar aquarelpapier, omdat ik het nadien ook met waterverf of aquarelverf ga overgieten en laten stromen. Dus dan leg ik het object ook op de grond en dan til ik het paneel ook op om te laten stromen, zeg maar, of een lijn in te krijgen. Ja. De kunstenaar besluit om zijn kunstwerk te laten zien. Ja. Dat betekent dat zijn kunstwerk in aanraking komt met jullie en dat jullie daar een mening over gaan vormen. Ja, is ook de bedoeling, want het moet een wisselwerking worden. En het woordje of het zinnetje van dat is niet mooi, dat moet eigenlijk uit beeld verdwijnen. En als wij argumenten gaan uitwisselen, omdat we dat zinnetje dat is niet mooi vermijden en we gaan uitwisselen, dan zijn we onze geest aan het verrijken. De kunstenaar nodigt jou uit om met zijn kunstwerk te gaan spelen. Ja, deelgenoot te maken van zijn kunstwerk. Kijk, met schilderen werk je naar het moment toe en bij foto's pak je het moment. Ja. En met dat moment, omdat ik eigenlijk altijd geschilderd heb, ben ik gaan werken met die foto's. Door meerdere foto's achter elkaar, waardoor je een soort ja, geanceneerd beeld krijgt. Ja. Dit zijn een stuk of 3 foto's achter elkaar gelegd. Maar deze hand is bijvoorbeeld ook de hand van die jongen. En je werkt met kleuren, met belichting. Je schiet een foto weer even anders met een ander licht.
En die leg je daarna over elkaar. In sommige werken zitten misschien wel 50, 60 foto's zitten erin verwerkt. En zo. Het is eigenlijk een soort magisch realisme. Ik ben in 2012 geselecteerd om Miami Art Basel te doen. En dan word je echt door een commissie en alles. En toen zei ze, wat jij doet is eigenlijk wel heel erg nieuw. Je had wel meer mensen fotografie met collages en alles. Maar dat is echt het wegsnijden van mensen in foto's. En bij mij laat ik de foto's achter elkaar zitten. Ja. Spetterende opening, visueel heel aantrekkelijk, de kunstenaars bij elkaar, de mensen die het financieel ondersteund hebben bij elkaar, dus dat klikt en dat, ja, dat wordt een feestje. Ja, en dat praat zich door en de kwaliteit, en we staan hier nou met verschillende mensen te praten, met z'n drietjes in dit geval, en we zien mensen om ons heen en het wordt drukker en drukker en drukker en we hebben heel voorzichtig gekeken. En gerekend en overal naar beneden afgerond. En ja, en het kan best zijn dat we straks om 6 uur kunnen zeggen. We hebben de buurt, we zitten in de buurt van de 25.000 bezoekers. Ja, dat is een succes. Kan ik, Een overdonderend succes, overdonderend succes. Niet verwacht, maar ja, oké. Het is heel eenvoudig. De vraag naar kwaliteit zal altijd blijven. En die kwaliteit wordt nu hier geleverd.